Eigenlijk is de reeks concertos, ik heb er ondertussen 24, die is begonnen in 2009 met een fluitconcerto dat Peter ook gespeeld heeft. Dan heb ik pianoconcerto, vioolconcerto, celloconcerto. Is er saxofoon gekomen en dan is er op vraag van Peter heb ik het piccoloconcerto geschreven. Je moet eigenlijk een componist vinden die een bepaalde voeling heeft met orkestmateriaal. En Robert Gelot is nu net een van die mensen die jarenlang heel intensief gewerkt heeft rond orkest. En door zijn jarenlange ervaring met diverse orkesten weet hij perfect hoe hij een toch wel bijzonder instrument als een piccolo moet inzetten. En is hij een van, volgens mij, de weinige mensen die eigenlijk de skills heeft om zo'n moeilijke opdracht, het schrijven van een concerto voor piccolo en orkest, tot een goed einde te brengen. Ja, om te beginnen is Peter een fantastische muzikant, ritmisch zeer precies, wat ik altijd erg apprecieer, maar ook met een heel groot muzikaal inzicht. En het is ook iemand die gewoon is in orkestverband te spelen. En dat voel je onmiddellijk natuurlijk, hè, dat het niet een solist is die in zijn kamertje studeert en dan plotseling geconfronteerd wordt met een orkest, maar het is echt een orkestmens en dat was eigenlijk totaal probleemloos. Thank you.